ben dus nu eventjes de hummeltjes aan het kijken en met een live vlog. Nee, het is naar Jarno. Ik zeg geen rare dingen. Ik ken zijn muziek en ik hou er niet van. Even gewoon een live vlogje, is leuk. Amerika ging niet shoppen. Amerika is leuker, onder Poetin, onder Trump. Oké, grap. Oké. Hey, dan heb ik nog een vraagje. Ja. Wat zouden jullie nog eens willen zien in de vlog van ons? Hoe laat het bij ons is? Het is iets over 7:30. Ja, It's Me Patty, dat lijkt mij ook echt super geweldig om een keer van kust naar kust te rijden in Amerika. Met zo'n dikke Chevrolet. Zo'n lekkere dikke bak. Pranks, vakantievlogs. Doe het jezelf voor kids. Dat jullie gaan zwemmen. Pranks, Disneyland Parijs. Oké. Okay. Ja, dat gaan we allemaal doen. Een uitstapje. Zwemmen, challenge. Oké. Pranks. Dit is leuk. Oké, even een meet and greet. Ja, die komt er zeker. Meet and greet komt er sowieso. Hou onze website even in de gaten. Want vanaf april hebben wij ook een speciaal iets. En dan gaan de hummeltjes op tour. Dat is wel even leuk. En dan gaan we op zoek naar de, of dan gaan we op bezoek bij mensen die minder valide zijn, zeg maar. En dat... Nou, dat gaan we gewoon doen. En daarnaast komt er zeker een meeting. Er is een mogelijkheid door een meet and greet op dat YouTube Gathering 2018. Daar zijn we sowieso. Lopen we gewoon rond. En als je met ons wil meeten, dan kan dat. Altijd. Zijn jullie al nieuwsgierig hoe de kerstboom eruit ziet nu, op dit moment? Hey Brian, je mag helemaal nog geen vuurwerk afsteken, jongen. Als je dat op YouTube zet, dan weet de politie ook te vinden, hè, dat je dat hebt gedaan. Niet zo slim. Nee, ja. Mag niet van mij, hoor. Deborah wil even wat aan jullie zeggen. Zo, kijk, Patty is er ook. Patty, de paardende vrouw, weet je nog? Oh, de... It's me, Patty zegt ja, ja, ja. Ja, maar dat komt omdat ze graag de kerstboom wil zien. Sianne Hageman. Ik ben hier. Ja, dankjewel voor de presentatie. Zullen wij samen de kerstboom laten zien? Even wachten, ja. Dat mag nog niet. Oh, mag, hij is nog niet klaar. Nog vier. Vier ballen en de pieker. Oké. Okay. Oké, weet je wat we gaan doen? De meiden hangen nog vier ballen op in de kerstboom. En dan gaan wij... dat nemen we eens even mee. En dan gaan we dus samen met jullie even de piek erop zetten. Vinden jullie dat een goed idee? Sammy, hoi hoi. En dan gaan we even kijken hoor. Livestream is lastig. Oh, geen ruzie maken. Nee. Wat vinden wij het leukste aan de boys? Dat ze op elkaar lijken. Dat is het leukste. Dat vind ik het leukste. Nee, ruzie maken. Heb je nog meer vragen voor jullie? Ja, zeker. Zeker. En nog steeds gezellig aan het kijken. Wat vinden wij leuk? Een lolbal of een kleine hatchimal? Wat vinden jullie leuk? Hatchimal of een LOL-bal? En jij dan, Emmy? En Deborah? LOL-bal vinden ze dus leuk.
Even iedereen bij elkaar. Maar ik weet dat het probleem zijn, omdat de vriendin van Eefje dat schaam. Ik wil graag een little elbow voor kerst. Oké. Hey, nou, zoals de meeste van jullie al weten, of nog niet, maar 11 december worden de laatste opnames gemaakt voor RTL 4. Dus, ja. Ja, oké. Ja, maar weet je, ik wil niet met absurde dingen mijn doel bereiken. Dat ga ik echt niet doen. Wij zijn gewoon een dagelijkse familie die gewoon de dagelijkse dingen vlog, zeg maar. En wij gaan geen extreme gekke dingen doen voor views of... dat gaan we echt niet doen. Kijk, als we meer tijd kunnen vrijmaken voor vloggen, kunnen we wel meer leuke dingen gaan doen. Dat is waar. Maar, nou, dat gaan we wel zien. Dag van RTL 4. We zijn gevraagd voor RTL 4 om een week lang opnames te maken. En dat wordt binnenkort uitgezonden in Koffietijd of een ander programma. En dat gaan we wel zien. Ja, inderdaad. Weet je, we willen niet gemaakt worden. We willen gewoon zijn wie we zijn. We vloggen wat we meemaken. Zodat de kinderen gewoon naar school gaan. Weet je, ik hou er niet van. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik de vlogs van de Bellinga's wel heel erg... entertainend vind, zeg maar. En het zijn ook super lieve mensen. Dus ja, dat... Ja, dat zit wel goed. Dus we zijn wie we zijn en daar moeten jullie mee doen. Ja, sorry Brian, mijn batterij van de telefoon is leeg. Dat wordt hem even niet. Oké, volgende vraag voor jullie. Wie wilde zelf wel eens een keer een vlog opnemen of daarvoor een keer een dagje vrijmaken? Of wie wilde fulltime gaan vloggen later? Bijvoorbeeld. Nope, ik. Hij wil niet scherp stellen. Oké, cool. Er zijn toch best wel veel mensen die willen vloggen. Kijk, live in de vlog. Ja. Er komt een hummeltje bij in de vlog. Hoe leuk is dit? Ja, Jolanda komt af en toe bij ons door de vlog heen huppelen. Oké, hey, lieve mensen, het is ondertussen 7:50. Ik weet dat we niet zo lang live zijn geweest. De volgende keer gaan we nog wel even een Q&A doen, zodat wij jullie de vragen stellen. Maar de kinderen moeten op bed. Dus het is 7:50 en morgen hebben ze een kort dagje, dus vandaag zijn we niet zo heel streng qua tijd. Maar ze moeten nu wel aanstalten gaan maken om op bed te gaan maken, dus dat ga ik even doen. Deze kleine boy met zijn Batman, die zegt ook even goeiedag naar iedereen zo. Zwaai. Ja, ik neem je niks kwalijk hoor, Robin, maar ik snap wat je bedoelt. Alleen, we hebben nog niet het kapitaal en de tijd, zeg maar, om heel veel uitstapjes te gaan maken, maar dat gaat komen volgend jaar. Gaan we zwaaien, iedereen? Oké. Slaap lekker allemaal. Ja.
Dus voel je niet bezwaard. Ik neem jullie kritiek, adviezen, vragen. Weet je, dat nemen we altijd ter harte. Vinden jullie heel belangrijk als volgers om lekker op te reageren. En wij zien jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Vergeet niet te abonneren. Jullie mogen onze video's delen op social media. Zodat wij lekker snel groeien. En dan zeggen we tot morgen. Doei doei. Ik zou zeggen, abonneer even op hun kanaal. Hun heten de Hummeltjes. Hun zijn zo leuk en zo geweldig. Abonneer even op hun kanaal. En ga hun even ook gewoon volgen. En doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Dank jullie wel.